Welkom, beste kijker en lezer van Audio Video Today. We gaan vandaag aan fase 2 van de akoestische behandeling van onze ruimte beginnen. En daarvoor is Frank weer van Verifine Solutions in ons midden. Ja, ik ga eens vragen aan Frank. Frank, wat staat er vandaag op de planning? Wat moet er nog aangepast worden aan de ruimte? Wat valt er nog verder te fine-tunen of te doen? De eerste stap die we vandaag gaan zetten is dat we de rest van de panelen gaan monteren. Dus er is nog een stukje muur bijgezet. Dus daar gaan we dan ook nog een diffusor en een absorptiepaneel, een Siena-absorber, monteren. Dan moeten we een paneel verzagen om mooi boven de verwarming af te werken. En dan gaan we een plafond beginnen. Plafond op het eerste reflectiepunt hier tussen de twee lampen gaan we diffusors monteren. Om even terug te nemen aan het begin van onze ruimte hier, ja, die was heel dood. Dus er was redelijk wat tapijt, heel veel gordijnen, ook de airdopjes namen heel veel hoog weg. Wat we hier nu gedaan hebben, is vooral terug de ruimte levend gemaakt. De bedoeling is om een gecontroleerde nagalmtijd te hebben, die eigenlijk stabiel is over het volledige frequentiegebied. Dus als we straks die panelen hebben gemonteerd, gaan we opnieuw meten. En dan gaan we ook kijken naar de lage frequenties, dus onder de 200 hertz, dat we met de bastraps, met de membranen, dat we die correct gaan instellen, zodanig dat je eigenlijk geen hoge nagalmtijd krijgt, bijvoorbeeld op 80 hertz, want dan krijg je zo'n op je bepaalde basnoten die dan storend is. Dus als ik het goed begrijp, dus we gaan vooral nog wat diffusers bijplaatsen, nog wat absorbers, ook het plafond aanpassen en dan gaan we uiteindelijk fine-tunen met de bastrappen om de ruimte zo neutraal mogelijk te krijgen. Gaan we aan de slag? We moeten doorwerken, want zal het mogelijk zijn. Gaan we vanavond laat bezig zijn. Okay. Die eierdopjes, dat is een geweldige oplossing van de jaren 60. Maar cholesterol en eieren is niet meer zo goed. Dus we gaan die herinnering gaan wegdoen. En we gaan daar een aantal mooie myriad panelen tegen het plafond kleven. Eén, daar weten we veel beter wat die doen. We gaan er ook iets minder demping installeren dan de hoeveelheid van die eierdopjes. Want die nemen eigenlijk heel veel ook hoge energie weg. Want dat is ook hetgeen waar we echt naartoe willen. Dus we willen eigenlijk een ruimte hebben die echt qua referentie kan dienen. En dat wij ook weten van kijk, die ruimte gaat weinig toevoegen aan het geluid. En de toestellen, de luidsprekers zoals ze hier nu staan. Hè. Heel leuke luidsprekers met de tracks. Allee, die worden eigenlijk hier nu al op een vrij eerlijke manier weergegeven. Dat was vroeger ook met die hoeveelheid gordijnen en die eierdopjes. Maar doordat je zoveel dempt, haal je ook een stukje levendigheid weg. En dat is de balans die we nu gaan zoeken met dan nog een aantal panelen erbij te zetten, zodanig dat je een triangel die hoorde, maar er moet laag in zitten, maar die moet ook doorklinken. En dan wil niet tong en dan weg. Dan hoorde dat metaal niet zingen. En dat nazinderen, dat moeten we kunnen houden. En dat is als je nagalmtijd correct is, dan hoorde dat. Het uiteindelijke resultaat mag er wel zijn, Frank. Dank u. Ik ben er zelf ook blij mee. Er juist even met de muziek die gaat opstaan, klassieke muziek, dat is voor mij altijd een heel goede referentie. Ja, ik krijg er terugkippenvel van. Gewoon het
gevoel dat erin zat van muziek, een paukenslag, violen, de energie van een orkest en op verschillende plekken in de ruimte. Jij zat in de stoel te luisteren, ik zat erachter, tegen de muur bijna. Zelfs in het gangetje, buiten de ruimte, klinkt het goed. En dat wil zeggen dat een ruimte klopt. En dat hebben we ook gezien in de metingen. De nagalmtijd is laag. In het laag is het correct nu. Er zitten geen bulten en rare dingen niet meer in. En dan komt muziek, ja. Dan zit er geen akoestiek van de ruimte niet meer in de weg. Ja, dan komt muziek tot leven. Dan worden we gelukkig van. Dan komt ook tot rust. Dan hoor je muziek. En je gaat ook direct in die muziek in plaats van dat je naar techniek of ontlasten zegt van oh, zou dat of hoe klinkt. Kijk, techniek is een middel. Hè. Ik heb een nagalmtijdmeting gedaan met een NTI, ik heb met REW een aantal sweeps gedaan met het systeem. En daaruit kun je gaan analyseren. Hè. Dat is een stukje techniek, gebruik je ten dienste van. Maar uiteindelijk moet het resultaat zijn dat de muziek tot leven komt en niet een techniek in de weg blijft zitten. Dat hoort ook met het systeem hier, met de Artelute en de Trax. Je hoort dat daar heel veel muziek in zit die heel oprecht en neutraal klinkt, maar dat komt ook doordat de akoestiek klopt in de ruimte. En als ik dan eigenlijk terugkijk naar de metingen, ik heb de nagalmtijd gemeten, die zat vrij goed. Maar we hadden eigenlijk ook nog wel bij de eerste meting een bulteke in het laag zitten, hè, uiteindelijk. Ja, want je hebt ook gezegd van die diffusers en zo verder, maar je hebt toch ook redelijk wat op het laag gedaan, heb ik het gevoel. Want daar heb je nog niks over gezegd, maar ik merkte daarnet wel dat bij de vorige akoestische aanpassing, oké, dat laag was er, dat was al veel meer onder controle dan voorheen. Maar nu door dat te fine-tunen, voelde ik echt effectief, daarnet toen ik aan het luisteren was, echt effectief veel meer de muziek. Ik heb op een aantal verschillende plekken gemeten en dan gekeken van welk probleem in het laag komt overal terug. Ja, want soms heb je een roommode die bijvoorbeeld in het midden van de kamer is, ja, en daarnaast is er geen probleem mee. Dus ik heb op verschillende plekken gemeten en dan gewoon kijken van waar blijf ik met een te hoge nagalmtijd zitten. En dat was ergens rond de 859 hertz. En dan heb ik de subbastrap van Artnovion, heb ik die wat bijgetuned. Heb ik dus meer naar die frequentie gaan tunen. Die stond op drie verschillende frequenties om redelijk breedbandig te zijn. Maar op die 59 hertz was er te veel en op 45 was er eigenlijk te veel demping. Dus ik heb die een klein beetje verschoven en ik kreeg een beter evenwicht eigenlijk. Bijvoorbeeld dat nummer van Gregory Porter. Toem, toem, toem. En dan kreeg je zo in die basgitaar een enorme gons. Ja, die noot moet proper blijven, want die is niet zo opgenomen. En dat zijn zo'n paar kleine dingetjes. Als je dat dan ja, fine-tuned, dan kreeg je kiekeboebelen. Krijg je muziek en kippenvel natuurlijk. Ja. Hey, alvast heel hartelijk bedankt voor deze geweldige aanpassing van de Home Cinema. En eigenlijk de referentieruimte van Audio Video Today. Dus we gaan een nieuw scherm implementeren. We gaan binnenkort ook de mensen van Sound United hier krijgen. Die gaan ons advies geven over positionering van luidsprekers. Bekabeling staat nog op het programma. Instelling van de projector en de afwerking van de ruimte. Echt ervoor zorgen dat we hier met heel veel passie naar film en muziek kunnen kijken, maar ook wel een beetje sfeer creëren hier. Hè. Maar dat is de laatste stap. En tegen dat je dan helemaal klaar bent, kom ik graag nog een keer terug om een controlemeting te doen en te zorgen dat het... Daar zit je zeker en dat gaan we zeker met een glasje wijn doen. Is dat volgende week? Hartelijk bedankt om deze aflevering te kijken. Wij zijn nog volop aan de slag om dit verder af te werken. Dus ik zou zeggen, abonneer u op ons YouTube-kanaal of schrijf u in voor de nieuwsbrief van Audio Video Today en volg ons, want we brengen wekelijks
interessante reviews, interessante nieuwsberichtjes en natuurlijk een heel leuke serie rond hoe bouw je een eigen home cinema. Tot binnenkort! Ben jij klaar voor je eigen home cinema? Abonneer je dan zeker op ons YouTube-kanaal en blijf op de hoogte van nieuwe afleveringen.